Welkom bij de podcast De Vrije Gedachte van Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte. Vanuit de corridor in Vlaanderen helemaal. Daar trof ik plotseling Floris van den Berg, filosoof en mijn compaan aan. Wij gaan in gesprek met Wim van Rooij. Wim, welkom. Wim is auteur van inmiddels al heel wat boeken, onder andere over het multiculturalisme, over islam. En ja, ik mag toch wel zeggen over je grote passie, wielrennen. Dat ook nog. We gaan het over allerlei onderwerpen hebben, maar met name waarover men niet spreekt, of wellicht beter niet spreekt, of wellicht niet wil spreken. Ik wens u heel veel kijk- en luisterplezier en alsjeblieft klik op like en abonneer. Wim, welkom. Dank je. Ik voel me helemaal thuis in Nederland, zoals altijd. Ja. En daarom dachten wij, wij komen naar België dit keer. Ja. Leuk dat je er bent. Dank voor de moeite. En dat wil ik daarom toch ook nog eventjes benoemen. Jij was, je bent net terug van de Mont Ventoux. En dan moet ik dit toch even benoemen. En mea culpa dat ik dit toch spoiler voor het grote publiek. Maar jij, je bent 77 jaar en je laat de trappers nog flink rondgaan in die wielersport. Ik moet ook nog even benoemen, je bent zelfs een dag eerder teruggekomen van vakantie om hier te kunnen zijn. Dus wordt gewaardeerd, ja. Dank daarvoor. Wat biedt de wielersport jou? Endorfines. Endorfines. Ik heb ooit een stuk gepubliceerd in een literair tijdschrift waarin ik aangaf dat de mystici uit de 14e en 15e eeuw die ik bestudeerd heb, waarover ik ook geschreven heb, een jaar of 50 geleden, dat die mystici eigenlijk het wielrennen niet kenden. En dat is heel spijtig, want als je de Mont Ventoux beklimt of je hebt een heel harde inspanning gedaan, dan vliegen de endorfines door je hersenen. En dan krijg je een bepaalde euforische toestand. Dat is zo, als je bovenop de Mont Ventoux komt, dan zie je dat bij al die mensen. Die vallen elkaar in de armen, die kennen elkaar niet. En die kloppen elkaar op de schouder en die voelen zich heel goed. En dan zou je een huis verbouwen. Ja. Dus mijn vrouw zou dat graag hebben, maar dat doe ik dan toch niet hoor. Maar je voelt die endorfines, dat zijn de dingen die ook gezocht werden, denk ik, maar ze wisten het natuurlijk niet, door de mystici uit de 14e en 15e eeuw. Ja, zij deden de meest merkwaardige dingen om nader tot God te komen, wat ik niet wil, ik ben atheïst. Maar zij wilden nader tot God komen via alle mogelijke technieken, zoals de dansende dervische bijvoorbeeld in Turkije. Willen ook nader tot het universum komen, tot God enzovoort. En als je aan wielrennen doet op een min of meer al wat hoger niveau, dan heb je dat ook. Vandaar de endorfines dus. Ja. En toen jij wist dat wij je hadden gevraagd, en toen dacht je, nou, dat wil ik wel doen, maar moet ik eerst die endorfines hebben, omdat ik dat gesprek met Van den Berg en Collard dan goed kan aangaan. Precies, precies. Ja, wij begrijpen elkaar. Hey, allereerst, 2015, jij schrijft waarover men niet spreekt. Waarover sprak men niet en spreekt men er nu wel over? Ik zou het anders formuleren nu, hoor. En ik had het ook aan de uitgeverij voorgesteld. Waarover men niet spreekt, dat is een beetje een titel van Wittgenstein, hè? Waarover men niet spreekt, dat is dan maar zwijgen. Men spreekt er wel over, maar in termen die niet de waarheid benaderen. Dus men spreekt wel over multicultuur en men spreekt wel over islam en islamofobie en al die termen, diversiteit. Maar men spreekt er niet over door naar de kern te gaan. Men verbloemt, zoals woke. Hè. Floris heeft er een boek over gepubliceerd. Dat is gewoon heel de tijd verbloemen wat men in de jaren 30 heeft gedaan. De woordenschat verandert. En wie de woordenschat begint te veranderen, begint de maatschappij en de samenleving te veranderen. Dus men spreekt er wel over, maar niet in de termen die correct zijn volgens mij. Men spreekt eigenlijk in politiek correcte termen. Okay. En ik wil in politiek incorrecte termen spreken. En in hoeverre is dat veranderd sinds 2015? Eigenlijk, het is een moeilijke vraag, vind ik hoor. Omdat ik ben nu een boek aan het schrijven waarover het ook handelt. Het verandert, denk ik wel. Maar het gaat zo langzaam dat de systemen die moeten veranderen, die tanker krijg je niet gedraaid zomaar. Je hebt dus heel de tijd, gedurende de laatste 40, 50 jaar, heb je een soort apologie gekregen van alles wat anders is dan het Westen. En die apologie die neemt stilaan af, denk ik, hoop ik. En zal men nu benoemen wat te benoemen valt. Bijvoorbeeld, de islam is een totalitair systeem. De islam zit vol haat. Dus dat zijn dingen die je kunt attesteren. Ik heb, in het Arabisch kun je dat lezen, maar je kunt ook in andere talen lezen. Uiteraard, alles is vertaald. Maar mensen weigeren eigenlijk die vertalingen te lezen. En als ik met Arabische intellectuelen spreek, of Aziatische intellectuelen,
dan geven ze mij gelijk. Ze schrijven ook hun boeken erover. Mm-hmm. En ze zeggen, ja, wat je schrijft is juist, maar je mag het niet zeggen. Dus dat is waarover men niet spreekt. Dat is waarover maar men niet spreekt. Even dan, even dus advocaat van de duivel. Want je noemt het over de islam. Maar de islam is natuurlijk niet hetzelfde als alle moslims. Wel, er is een grote continuïteit. Alle islamologen, en ik denk aan in de 19e eeuw al de grote Joodse en christelijke denkers die over de islam schrijven, en ook recente islamologen zoals Remy Brage bijvoorbeeld, dat is toch een van de toppers, vind ik, in verband met de islam, die merken op dat er van in de 7e eeuw een zeer grote continuïteit is wat de kern betreft. Die kern vind je altijd opnieuw terug, zij het met gemodifieerd, soms in vormen, maar de kern vind je terug. Dus de continuïteit in de islam is veel groter dan in het christendom of het jodendom niet. Hè. Dat kent ook een grote continuïteit. Maar dus wat we nu zien in de islam is eigenlijk hetzelfde als we zagen in de 11e of 12e eeuw bijvoorbeeld. Dus ja, maar de gemiddelde moslim die op de hoek woont, die heeft toch niet deze... Dat zijn geen terroristen of... Ja, dat weet je natuurlijk. Dat weet ik niet. Kijk, in Syrië en Irak bijvoorbeeld woonden tot een jaar of 20, 25 geleden christenen en moslims naast elkaar. En toen IS eraan kwam en de zaak implodeerde en explodeerde, dan bleken die moslims echt wel moslims te zijn. En niet zoals wij denken, want wij denken, ja, wij zijn christelijk bijvoorbeeld, hè, vanuit de geschiedenis, vanuit de filosofie, de ethiek. En wat betekent dat voor ons? Wij kunnen dat nauwelijks vertellen of voortvertellen. Maar een moslim is wel degelijk een moslim. En als je met een moslim praat, en ik heb 2 keer onder moslims gewoond, als je met een moslim praat, dan zal die, als je over de auto praat en over de kindjes en over de vakantie, gewoon spreken zoals wij. In die zin is er geen enkel verschil. Maar als je dat begint af te pellen, wat ik 1000 keren heb gedaan, dan komt die moslim tevoorschijn. En dan zie je dat die moslim zijn christelijke buren in Irak, in Syrië en in Libië gewoon vermoordt. Dus je kunt er nooit van op aan, wat denkt die moslim echt als je naar de kern gaat? Je weet het niet. Ze mogen ook liegen. Hè? Dat is vanuit het shiïsme begrijpelijk. Sociologisch is dat totaal begrijpelijk. Omdat zij moesten liegen ten opzichte van de soenieten. Leg even het verschil uit voor de luisteraar. Shiïsme, soenieten. Ja. En hoe we dat, want je kan dat heel diep doen, maar even bazaal, zeg maar. Ja, soenieten is de hoofdstrekking binnen de islam. Hè. Laten we zeggen dat 85% van de moslims soenieten zijn. Het zijn in mildere of extreme vormen wahhabisten of wahhabieten. En de shiïten zijn eigenlijk wat wij nu in Iran zien. Hè. Die erkennen de profeet niet zoals de soenieten hem erkennen. Mm-hmm. Maar zij wachten nog altijd op de 12e imam. Dat zijn 12 shiïten, noemt men ze. Mm-hmm. En zij wachten op de imam. Ze zijn gezworen aartsvijanden, maar je ziet bijvoorbeeld dat ze nu in confrontatie met het Westen, in de Gazastrook zie je dat, dat ze nu wel vriendelijk samengaan. Ja, want dat is misschien goed om te benoemen. Shiïsme, denken we vooral aan Iran, soenisme, wahhabisme, Saudi-Arabië. En daar speelt ook een geopolitieke strijd tussen die landen. Maar Iran dat zowel Hamas als Hezbollah financiert. Hamas is natuurlijk soenitisch. Ja. Maar dat kan gewoon, omdat er een gedeeld belang is. Ja, er zijn in de sharia-handboeken kun je duidelijk, heel duidelijk lezen dat dat soort overeenkomsten mogen tussen shiïten en soenieten, als het een doel dient wat de islam bevordert. Dus dat is hier duidelijk het geval. Hamas als soenitische organisatie wordt gesteund door Iran. En dat kan. Maar zij zeggen er altijd bij, dat is hutna. En hutna betekent, het verdrag kan altijd worden opgezegd. Dus zij houden altijd een slag om de arm. Ja. Het Westen ziet ze werken samen, maar je weet nooit hoe lang dat is. Mm-hmm. Ja, en dat is misschien ook goed om te noemen, want volgens mij de meeste slachtoffers van islamitisch terrorisme zijn nog steeds moslims. Ook. Ja, dat is zo, ja, absoluut. Precies, ja. En de moslim is eigenlijk, ik heb ook een boek gemaakt, het staat hier niet, met de moslim-afvalgen, apostaten. Ja. Dat zijn er eigenlijk relatief veel in die zin natuurlijk dat ze zijn met meer dan 20 of 30 bij ons, maar ze outen zich niet. Mm-hmm. En dat is het probleem. Ik herinner mij dat bij de boekvoorstelling van die apostaten, hè, met hun verhalen, dat er geen enkele journalist aanwezig was. Dat interesseert ze niet. Die mensen zijn eigenlijk vogelvrij. Ik ken ze allemaal. Mm-hmm. Dat is niet moeilijk, een 20 à 30. En ik weet bijvoorbeeld hoe Tsjetsjeense vrouwen moeten lopen van hun broers en van hun ouders en zich moeten verstoppen. Mm-hmm. En als je met die Tsjetsjeense vrouw spreekt, ja, het enige wat zij denken, dat is een mes
dat ze zal, dat de hals zal ombrengen. Dus wij realiseren ons eigenlijk niet wat er gebeurt binnen de islam. Dat realiseren we ons niet. En het is ook het verwijt van de Arabische en Aziatische intellectuelen dat wij dat niet begrijpen. En dat begrijp ik dan weer wel, dat wij dat niet begrijpen. Waarom begrijpen wij dat niet? Wel, omdat ons conceptueel kader gevormd is door, ik zal het heel schematisch zeggen, de Griekse filosofie, het Romeinse recht, het christendom, het humanisme, de verlichting, wetenschapsdenken enzovoort. En vanuit dat denken kun je de islam eigenlijk onmogelijk begrijpen. En je kunt, hoe kun jij hem dan begrijpen? Maar natuurlijk, je kunt dat transcenderen in die zin. Marx in de 19e eeuw was ook geen arbeider, maar hij begreep wel dat het proletariaat niet zo'n formidabele positie had. En waarom is islam niet te begrijpen door die kaders? Hoe zegt u dat? Waarom is islam niet te begrijpen door die kaders van verlichting, christendom? Omdat het een eigen kader is dat afschamt op het denken wat wij hebben. Kijk, ik geef dat altijd in lezingen. Ik heb naar aanleiding van het laatste boek 183 lezingen gegeven. Als ik u zeg, de moslim die naast u woont, is een goede vriend, is iemand die u helpt met verhuizen en dat soort dingen, die zou u ook kunnen vermoorden. Dat wil men toch niet geloven. Ons ethisch kader vanuit het christendom dan vooral, dat zegt, je moet je broeder lief hebben als jezelf, enzovoort, enzovoort. En dus als die moslim iets zou doen wat wij totaal niet, niemand van ons hier zou toch denken dat hij mij zou kunnen vermoorden of ik hen zou kunnen vermoorden. Dat is ondenkbaar. Zou iemand dat denken hier? Niemand. Nee. We kunnen even maar kijken dat, of de handjes omhoog gaan, maar ik denk het niet. Nee, maar dat is ons conceptueel kader. We hoeven de politie niet te bellen. Nee, we zullen u niet bellen. Ons conceptueel kader laat ons niet toe zoiets te begrijpen. Ja. En ik zie dat goed als je met mensen praat, dan spreken ze altijd over de brave moslim die naast hem woont. En ze kennen een moslim hier of geen. Natuurlijk, ik ook. Ik ken die ook allemaal. Ik ben ook in die landen allemaal geweest. Maar daar gaat het helemaal niet over. Het gaat erover dat een moslim altijd moslim blijft. En degene die uit de islam stappen, die beschermen wij niet. Maar even misschien voor de duidelijkheid, want dat stukje vermoorden waar het over gaat, zit dat dan in een stukje legitimering vanuit ideologie? Is dat wat je bedoelt? Natuurlijk. Ja. Christenen en Joden mogen eigenlijk gedood worden. Ik zal u voorbeelden geven uit de Al-Azhar. Hè, dus dat wat zij een universiteit noemen in Egypte. De grote moskee met de paus van de Soenieten. Als je die teksten leest of in conferenties, staat er allemaal letterlijk in. Maar de journalisten zijn te lui en te lam om dat te lezen. Dus zij weten dat niet. Ja, maar Al-Assad, dat is de paus van de Soenieten en die zegt wat. Maar ik heb geleerd van Hirsi Ali, met wie ik nog steeds veel contact heb, die u waarschijnlijk wel kent, Hirsi Ali, dat ze heeft me ooit gezegd, ja Wim, je moet die mensen op hun woord geloven. Als ze zeggen, ik ga jou doden, dan moet je ze echt geloven. Een westers mens is nihilistisch, is postmodern en gelooft eigenlijk zichzelf niet eens meer. Weet ook niet wat hij nog moet doen. Terwijl die mensen hebben een stelsel, antropologisch bekeken, een religie die zeer sterk is, die van zeer sterke uitgangspunten uitgaat en die meent wat ze zegt. Ja. Nou wil ik even een stapje terugpakken. Je krijgt straks nog ruim de tijd, gaan we dieper weer in op islam. Maar ik wil het even hebben. Je zei net al, ik ben atheïst. Dat zei je aan het begin van onze podcast, hè? In dit boek, de malaise van de multiculturaliteit, daar wordt dat heel evident. Eigenlijk al sneller, want je uit kritiek op al die drie monotheïstische religies. Je hebt het daarin zelfs over de tribus impostoribus. En dan zeg je de drie monotheïstische oplichters, Mozes, Jezus en Mohammed. Wat heeft jouw atheïst gemaakt? Of bewust atheïst, laat ik het zo zeggen. Bewust. Eigenlijk een beetje bewust, de school. Ik ben uit Grieks-Latijnse gevlogen in het Sint-Jan Bergmans College in Antwerpen. En ik kwam op straat te staan, letterlijk, want men kon toen iemand buiten gooien zonder meer. Dus je staat op straat als jongen van 15 jaar en je loopt rond. Je durft niet naar huis te gaan, je gaat naar huis om te eten. En je gaat terug, zogenaamd, naar school. En op dat moment kom ik een vriend tegen die zegt, wat is er? En aan een vriend vertel je dat natuurlijk wel. En die vriend zegt, kom eens mee met mij naar school. We hebben een heel goede directeur. Het is eigenlijk een ongelooflijk sprookjesverhaal, hoor. En ik ga mee. Dat is inderdaad, de directeur was een jeugdpsychiater ook. Die nam mij onder zijn hoede. En die man, ik dacht, dit is iets heel anders. Wat is dit? Dit is geen christendom, dit is iets anders. En die hebben mij eigenlijk in die mal gegoten van dat niet geloven. Ik ben dan veel beginnen lezen over, ja, maar dat, wat ik ook trouwens de universiteit verwijt, als je de
je, in een college krijg je een bepaalde set denkbeelden. Wel, in die school, het stedelijk onderwijs, kreeg ik geen bepaalde set denkbeelden. Men liet mij vrij, men gaf mij boeken, ik mocht lezen wat ik wilde. Ik kan daar heerlijke verhalen, ik heb er ook over geschreven trouwens. En dat is het probleem ook aan de, toen ik aan de Universiteit van Gent studeerde. In 1965 ben ik begonnen, in 70 afgestudeerd. Dan had ik de professoren Apostel, Kruithof, Beum, Van den Ende. Die hadden maar één verhaal. Dat is, ik zal het nu heel kort door de bocht zeggen hoor, een links-progressief verhaal. Dat is goed, dat is mag, ik heb daar geen enkel probleem mee. Maar ik kreeg nooit een ander verhaal. En toen ik dat begon te ontdekken, heel laat hoor, op mijn 45ste pas, dan ging er een wereld voor mij open, want er waren ook conservatieve, rechtse filosofen die interessant waren. Die had ik nooit gekregen aan de universiteit. Zie je jezelf ook zo? Ik zie mezelf nu wel eerder als conservatief. Rechtsconservatief, anti, niet anti-westers, absoluut niet. Maar anti-woke, anti-politiek correct. Want wie politiek correct is, beroemt de waarheid niet. Hè. Het postmodernisme streeft niet meer naar waarheid. En dat is een probleem. Het is zoals in de jaren 30. Hè. Heb je ook genoeg schrijvers die nu schrijven over hoe erg het was in de jaren 30. Maar het is nu natuurlijk hetzelfde patroon. Het is niet zo erg natuurlijk als onder nazi's, maar het is hetzelfde patroon. Hey, even, of van atheïsme gaan we even dan naar humanisme. In die zin, hoe zou je jezelf nu zien? Voel je jezelf ook een humanist? Hoe zou je... Ja, ik heb nog veel contact gehad ooit met iemand die jullie zeker zullen kennen, Anton Constance. Ja, natuurlijk. De anarchist per excellence, die mij veel heeft geleerd trouwens. Ik heb zijn boeken allemaal thuis. Leuk. En ik denk dat ik zelf een soort conservatief anarchist ben eigenlijk. Conservatieve anarchist. Misschien wel leuk. Anton Constance is bekende Nederlandse vrijdenker. Wij organiseren ook elk jaar de Constance-lezing. Dit jaar ook weer op 14 september. Leuk dat je die noemt. Dus dank je wel. Ja, leuk. Ja, hey. Pak ik hem terug. Malaise van de multiculturaliteit. 2008 hebben we het over. Dat is misschien goed om dat te benoemen, toch? Je kijkt ja, even naar je. Ik zie je knikken, ja. Jij waarschuwt voor dat postmodernisme met zijn focus op identiteit, zeg jij dan al. Ik denk, daarmee liep je wel je tijd aardig vooruit. Want dat identiteitsdenken, zeker academisch gezien zou ik willen zeggen, dat wordt pas later een issue. Ja. Hè? Ja. Je waarschuwt voor het gevaar... Het gevaar van de islam. Het gevaar van aan de tafel zitten met Floris van den Berg. Ik zet hem even rechtop. Zo, we komen wel dichterbij. Kijk, hij gooide... Dat is wel goed om te benoemen. Hij gooide... Ja, volgens mij staat hij nu goed, hè? Zo. Kijk, dank u. Dankjewel. Dank u. Dank voor de twee redders. De Engels. Maar kijk, met die man hier naast mij is het nooit saai. Want hij gooide een paar weken geleden gooide hij een glas wijn over me heen tijdens de podcast. Kan allemaal. Okay. Dus Wim bereid je voor op het ergste. Misschien met die boeken zo tussen ons. Ja, daarom drink ik alleen water. Ja. Maar, ja. Dank je. Nee, goed. Maar ik denk, jij was best wel spot on. Je zag dat identiteitsdenken in 2008 op ons afkomen. Dat politiek correcte denken, daar waarschuw je expliciet voor. Als je nog van waarschuwen kan spreken. Want misschien was het er al, maar het werd nog niet zo benoemd. Nee. Jij zegt dat multiculturalisme is een probleem. Waarom? Dat is natuurlijk een heel ingewikkelde vraag. Dat een ingewikkeld antwoord... We hebben nog wel een paar minuten, voor onderstel. Hoor. Ik denk dat je het heel schematisch en met een beetje gezond verstand zo kunt zien. Als je een huwelijk hebt van twee mensen die totaal verschillend zijn, maar ook totaal verschillend op alle gebieden, dan lukt het meestal niet. Ik zeg niet dat het nooit lukt, maar meestal niet. De multicultuur is eigenlijk zo'n, in mijn ogen een dystopie. Iets wat moet lukken, met alle mogelijke mensen, met alle mogelijke culturen bij elkaar. Ik zeg, dat kan nooit lukken als je een cultuur hebt zoals de islam. Mm-hmm. Dan kan de multiculturaliteit nooit lukken. Is ook nooit ergens gebeurd. Ik kan me in de geschiedenis geen enkel voorbeeld geven van een plaats waar de islam is geweest, waar het is gelukt. Het tegendeel, de islam is een systeem dat usurpeert, dat uitzuigt. Mm-hmm. En dat gewoon desolaat achterlaat. En zelf niets productiefs voorbrengt. Maar waarom? Waar het blijkt dat? Wat is het probleem daarmee? Zeg maar? Islam dat doet? De islam zelf, de ideologie. Want ik noem dat een religieuze ideologie. Als alles voorbeschikt is door Allah, inshallah, en we kennen dat, en zelfs wie zingt er ook over, inshallah, die Italiaanse zanger uit hoe heet die ook weer?
Adamo. 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 Parate kennis hier in de zaal. Absoluut. Inshallah. Dus als alles voorbeschikt is, mm-hmm. ja, dan hoef je niet veel meer te doen, want dan is het gewoon zo. En ja. iemand die dat zeer stellig en zeer mooi had opgemerkt, was Churchill. Mm-hmm. Als je de woorden leest van Churchill en je zou die nu zeggen, hier of mm-hmm. elders, dan zou je gehalsrecht worden. En wat zei hij dan? Wel, dat de islam nooit vooruitgang kan kennen, want dat alles bij het oude moet blijven, inshallah. Want als God het wil, wat er ook gebeurt, wij doen niks. Ja. En dat doen ze ook niet als ze in Spanje waren, of in Portugal waren, of in Sicilië waren, of in Pakistan waren, of in Afghanistan. Dan deden ze ook niets. Zij maakten in Afghanistan bijvoorbeeld het boeddhisme kapot. Mm-hmm. Dat was een boeddhistisch land, mensen weten dat niet. Kapot, nu is er geen boeddhist meer te vinden mm-hmm. in heel Afghanistan. Maar wat hebben zij opgebouwd in Afghanistan? Ja. Misschien is dat goed om daar nog even op in te gaan. Want jij maakt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld veiligheidsdiensten en ook bepaalde wetenschappers, maak jij geen onderscheid tussen islam en islamisme, politieke islam. Hè, dus ik denk dat ik je eerdere woorden mag samenvatten, maar kijk je voorzichtig aan, als dat islam eigenlijk niet past in een liberale democratie volgens jou. Hè? Nee. Maar leg even uit, waarom kun je islam en islamisme... waarom is dat? Je zegt letterlijk, ik pak hem er even bij in dit boek, De Malaise. Zeg je, de islam en het islamisme zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. Waarom? Dus ik zal een Algerijns auteur die nu nog leeft, Bouhelm Sancel, wat ook mm-hmm. wordt genoemd voor de Nobelprijs trouwens. Boeken zijn ook in het Nederlands vertaald. Die heeft ooit eens punten geformuleerd. En heeft gezegd, de islam is het islamisme in rust. Het islamisme is de islam in actie. Mm-hmm. En dat zie je door de geschiedenis heen, altijd opnieuw. Soms gebeurt er zeer weinig. En is de islam draait die, zoals ik het gewoon heel primair noem, stationair. In Mali bijvoorbeeld is dat mm-hmm. veel het geval geweest. Maar soms barst die uit. Mm-hmm. En dat zien we nu. Al 30, 40 jaar barst die islam uit. En dan heb je natuurlijk... Je weet nooit wanneer dat is... Hier kun je het verklaren omdat de moslimbroeders in 1928 gesticht worden en een ontzettend grote invloed hebben gekregen, ook bij ons. Mm-hmm. Als je die geschiedenis ziet van de moslimbroeders in hun teksten leest, wat weinig journalisten doen, dan zie je dat zij letterlijk zeggen, wij moeten nu het Westen, we moeten het zo doen, we maken een corridor daar en we verbieden die twee islamitische stukken, in Parijs bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat schrijven zij letterlijk. Maar dat kunnen wij niet geloven. Misschien is het goed om dat kort te benoemen. Dat moslimbroederschap wordt in 1928 opgericht door Hassan al-Banna. Sayyid Qutb is denk ik cruciaal in dit kader. Absoluut. Die komt vanaf... je bent fan van hem. Nee, ben je fan? Nee, Sayyid Qutb werd topganger door Nasser. Hè? Ja, precies. Eind jaren 40 sluit zich aan bij de broederschap. Ja. Wordt in de jaren 60 gedood. Maar Qutb is... Laat ik maar zeggen, de ideoloog van de broederschap. Ja. En wordt nog steeds door, ik zou willen zeggen, alle hedendaagse islamitische terroristen aangehaald. Ja. Ja. De milestones, hè. Als je dat leest. Ik zie altijd, journalisten hebben dat nooit gelezen. De milestones, daar staat alles in. Ja. En daar staat eigenlijk het volgende in, wat wij toch goed zouden moeten interioriseren. Veel van die intellectuelen, want Hassan al-Banna was eigenlijk een intellectueel, Sayyid Qutb trouwens ook. Veel van die intellectuelen die gingen naar het Westen in opdracht van de Ottomanen bijvoorbeeld. Mm-hmm. In opdracht van de Egyptenaren die dan ook door de Ottomanen bezet waren. Omdat zij zagen, het Westen is zeer sterk. Die hebben bruggen en wegen, die hebben treinen, die hebben kanonnen. Hoe doen die dat? Ja. Dus zij stuurden hun beste krachten naar de universiteiten. Ook de universiteit in Brussel, dat kun je zien op de rol, zie je die namen staan. Dus zij gaan hier studeren en zij zien hoe het hier heel anders werkt. En zij komen terug, allemaal... Heel vreemd. En zij zeggen, nee, wij willen het systeem houden zoals het hier is. Dat is een verderfelijk systeem. Mm-hmm. Sayyid Qutb is in Amerika Goed op geweest. Hetzelfde, ja. Ja, het is heel vreemd. Daarom, antropologisch gezien, is het een zeer sterke ideologische religie. Zeer sterk. Omdat niet zoals het christendom is verwaterd. Het jodendom voor een stuk. De meeste joden in Amerika trouwen nu met niet-joden. Of joodsen met niet-joden. Ja, mensen weten het niet. De helft, meer dan de helft van de joden in de Verenigde Staten huwen met niet-joden. Dus dat dilueert ook, hè? Dat verwatert ook. Maar nu, dat is ook zo. In het Westen zie je dat met moslims niet. Moslims verwateren niet. Als je met hen praat en je gaat naar de kern, wat de meesten nooit doen, dan zie je, dan komt een moslim.
Ik heb over politiek correct gesproken. Er was, heb je vast meegekregen, een incident in Nederland. Dat Mona Keizer, ja. Ja. Die heeft, ik citeer haar letterlijk in een praatprogramma gezegd. Ja. Ik citeer voor de mensen. Veel asielimmigranten komen uit landen met een islamitisch geloof. We weten dat daar jodenhaat onderdeel is, bijna van de cultuur. Daarin is ze ook aangeklaagd, onder het mom van strafvoorstelling van dat het groepsbelediging is. Heel veel mensen gaan erom of het wel of niet beledigend is. Maar ik wil jou de vraag eigenlijk voorleggen, is het een valide claim? Absoluut. Het is een absoluut valide claim. En ik zou je zeggen, ik heb in 2014 is de laatste grote longitudinale enquête gedaan in bijna alle Noord-Afrikaanse landen en landen zoals Soedan. En de vraag was altijd dezelfde. Hoe sta je tegenover Israël en hoe sta je tegenover Joden? Ik heb de cijfers, ik kan ze doormailen aan de mensen die ze willen. Ik heb ze, denk ik, ergens hier zitten ook nog. Hij is er altijd bij zich. Ja, absoluut, ja. Maar dat is een heel serieuze enquête. Het gaat van 68% tot 95% van de respondenten in Soedan, in Marokko, in Algerije, in Libië, Irak, noem maar op, die antisemiet zijn. Die het gewoon zeggen. En dat kan ook niet anders vanuit de Koran. Er staan meer, mensen geloven het niet, maar ze moeten maar eens lezen, er staan meer antisemitische passages in de Koran dan in Mein Kampf. Mm-hmm. Als je dat zegt, dan denk je, dat kan niet. Heb je het gelezen? Lees ze naast elkaar. Mm-hmm. Dus ik zeg dat niet gratuit, je kunt dat lezen, ik kan dat attesteren met bronnen. Maar dat is iets wat mensen ook niet willen geloven. Omdat het antisemitisme is natuurlijk in het Westen christelijk en racistisch geïnspireerd. Eerst christelijk en daarna racistisch geïnspireerd. Maar bij de islam is dat ab initio vanuit de bronnen gelegitimeerd. En dat gaat door. En mensen die mij zeggen, ja, maar die jonge mensen die kennen de islam toch niet. Nee, dat is juist, die kennen die natuurlijk, die kennen die soeras niet. En die kennen al die teksten niet. Maar die worden opgevoed in een cultuur van de islam. Waar de vrouw minderwaardig is, waar homo's niks betekenen. Dus dat is een cultuur. En daarin worden zij opgevoed. Dus zij zullen nooit zeggen, Sura 24, de koe. Mm-hmm. Daar staat dat in, dat zullen ze natuurlijk nooit zeggen. Mm-hmm. Maar ze zullen wel zeggen, homo's zijn verwerpelijk. En joden dus. Want dat en joden, niet. Absoluut. Ja, en joden, dat zijn de verwerpelijkste onder de mensen. Hè. Ja. Het zijn die apen en varkens, zo staat het in de Koran. Het zijn apen en varkens. Dus je moet er niet veel van verwachten. En wat Israël bijvoorbeeld doet nu, is een existentiële strijd. Zo'n klein stukje, de grootte van New Jersey in Amerika, omgeven door een zee van bloed en tranen. Maar dat moet weg. Wat de islam, er zijn Arabische woorden voor, wat ooit van de islam is geweest, moet altijd bij de islam blijven. Dus zij willen ook Spanje en Portugal opnieuw veroveren. Dat zeggen zij, de moslimbroeders schrijven dat in hun teksten. En toch wil men dat ontkennen. Mm-hmm. Dus wat wil, waarom gelooft men dat niet? Ik ga even verder over dat multiculturalisme. Een van de dingen in de multiculturele samenleving is altijd van, hoe ver ga je met het tolereren van intolerantie? En een van de dingen dus, wat jij ook betoogt, dat we dus te veel intolerantie tolereren. Maar ik misschien heb je het geschreven, ik weet niet zeker, dus misschien vraag ik iets wat jij al besproken hebt in je boek. Maar hoe sta je dan tegenover religieuze jongerenbesnijders? Want dat is natuurlijk iets wat zowel Joden als moslims doen, wat wij tolereren in een multiculturele samenleving. Ja, ik vind dat ook heel moeilijk om op te antwoorden. Ik zal u eerst zeggen, ik ben altijd zeer open. Ik was lang directeur van de Joodse scholen in Antwerpen, officieel gesubsidieerde Joodse scholen. Ik ben ook grootgebracht, ik ben geen Jood, maar ik ben ook grootgebracht tussen de Joden, omdat mijn moeder naaister was van alle Joden, rijk en arm. Dus ik was de kleine mascot van de Joden die de lichten aan en uit moest doen en zo. Dus de Joden zijn me bekend. Maar wat mij opvalt is, het probleem is dat er geen probleem was met besnijdenis bij Joden tot de islam er was. Dan werd het probleem plots ook bij de Joden gelegd. Mij maakt het niet uit of Joden besneden worden of niet. Met Joden heb je nooit last. Nooit een probleem. Nou, maar goed, dat is wel wij als vrijdenkersvereniging, wij hebben ook geen bezwaar met jonge besnijders. Wel met jonge besnijders, maar niet met als je het vrijwillig doet, zeg maar, op je 18. Dat is toch wel een groot verschil. Dus als Joden zich willen besnijden op hun 18, dan vinden we dat prima. Ja. Maar wel met die. Ja. Ik begrijp u perfect. En eigenlijk heel diep van binnen denk ik dat ook. Maar ik heb wel geleerd, en cours de route, dat als ik heb verleid de godsdienstgeschiedenis gestudeerd en godsdienstwetenschap aan de universiteit. Als je
bekijkt hoe de Joden bijvoorbeeld omgaan met... Het is ook een wettische godsdienst, hè, zoals de islam is een wettische godsdienst. Dan zie je dat dat volk kan overleven door die rituelen te houden. Maar moet het volk overleven? Ja, ik heb een boek geschreven, Hoe komen van religie af? Ik zou zeggen, mensen moeten overleven. Ja. Maar waarom zou het Jodendom moeten overleven? Wel, dat is iets wat ik niet beslis. Ik ben het ermee eens. Ik ben dus atheïst. Maar ik denk, als de Joden zelf als groep willen overleven en zij dat willen, ja, dan moeten zij dat. Ik heb daar geen enkel probleem mee. Misschien mooi om hierop in te haken. Want je maakt dus eigenlijk... je maakt onderscheid tussen islam enerzijds... Jodendom, christendom, zeg ik even voorzichtig, anderzijds. Ik chargeer een klein beetje, denk ik. Maar in ieder geval, bij islam zit de scheidingslijn. Hoe verklaar je dat? Want in de Bijbel staan ook teksten die, die naar morele maatstaven van nu niet kunnen. Mijn antwoord is eigenlijk vrij simpel. Hè. Als je de Tenach leest, hè, de Torah, en dan had er de Talmud... Dan zie je dat de vredepassages die daarin komen... Je kent ze bijna van buiten, want toen ik directeur was van de Joodse scholen, dan had ik altijd bonje met de rabbijnen over dat soort dingen. Maar als je dat stricto sensu bekijkt, is dat afgesloten in tijd en plaats, in ruimte. Dat is geweest. Eigenlijk nauwelijks één Joodse gek is er nog die zegt, we moeten er zijn, hoor. Natura Carta bijvoorbeeld. Mm-hmm. Wij moeten terug naar een periode waarin wij inderdaad... kinderen afslachten, maar dat gebeurt in de Tenach. Maar dat gebeurt eigenlijk niet meer. Joden moeten alleen zien dat ze zelf overleven. Dus dat is natuurlijk wel een groot verschil tussen de islam, die nu nog steeds vol adhortatieven zit, dus aansporingen tot geweld. Bij Joden, de Talmud in de 4e, 5e eeuw, heeft de Torah totaal getranscendeerd. Ik heb zoveel casussen meegemaakt toen in die school... dat de rabbijnen gaven altijd een casus. De kinderen om 7 uur 's morgens moesten een casus oplossen. En de casus was bijvoorbeeld, ik zag ze al van ver aankomen... er is een Joodse soldaat die sneuvelt... en die zijn hart kan gebruikt worden voor een Palestijn. Wat gaan we doen, jongens? Dan moesten zij nadenken. De casuïstiek is dat. Hè? Mm-hmm. En maar nadenken. En maar, ja, ik zei, mag ik het zeggen aan de rabbijn? In het Jiddisch, dus vaak soms Hebreeuws, soms Jiddisch. Mag ik het zeggen? Ja, ik zeg, natuurlijk gaat hij dat doen. Ja, zegt hij, want dat volgens de Talmud, die transcendeert de Torah, natuurlijk moeten wij dat. Dus mensen gooien alles op één hoop. De Torah, waar verschrikkelijke dingen in gebeuren, maar die in die streken toen ook wel gewoon waren. En de Talmud die dat totaal overschrijdt. Dus dat is een wereld van verschil. Er is nauwelijks nog één Jood die terug wil naar dat soort periode. Begrijp me niet verkeerd. Dit is een vraag die ik stel omdat ik weet dat dat leeft. Ook omdat jij nu net zei, Joden die kinderen vermoorden, dat komt niet meer voor. Maar overal nu in die pro-Palestina-protesten, een van de dingen die de pro-Palestijnen doen, is die kinderschoentjes neerzeggen. Die zeggen, ja, kijk eens, genocide van Palestijnse kinderen. Dus dat is wel die genocide, dat zeggen zij. Dus ik ben benieuwd hoe jij daarop reageert. Ik ken de Arabische pers ken ik zeer goed. Dat is bij ons hebben een loge pers, dat weten we. Maar de Palestijnse pers is werkelijk onwaarschijnlijk. Als je ziet hoe militaire instituten in de Verenigde Staten, bijvoorbeeld West Point, boeken schrijven en artikelen schrijven over de manier van oorlogsvoeren in een stad, want het is urban warfare, wat de Israëli's doen. Hoe zij oorlog voeren is de meest menselijke vorm van oorlogvoering die er bestaat. Als je ziet... De Amerikanen, als zij bombardeerden, dan waren er 10 mensen die dood waren, burgers, en 1 soldaat. Bij de Israëli's is het 1 op 3. Dus dat is geattesteerd. Statistici in de Verenigde Staten hebben daar cijfers over geschreven om te laten zien. Het is een menselijke manier van oorlog voeren, maar als Hamas in hospitalen en in scholen kinderen zet, speciaal plaatst als schild, ja, dan ga je kinderen vermoorden. Dat is duidelijk. Maar dat lees je in de pers heel weinig bij ons. Waarom doet de Hamas dat? Waarom zouden mensen... Ja, ik bedoel, dat is toch een vraag... Ja, maar een moeder is blij als haar 10 kinderen als martier, shahid naar de hemel gaan. Hè? Dan is zij blij. Dat kun je toch niet begrijpen. Dat ik zou zeggen, ik heb 3 kinderen en 3 kleinkinderen. Dus ik ben blij dat ze naar boven als shahid, als martelaar gaan. Want nu is het leven gelukt. Dat kunnen wij ons gewoon niet voorstellen. Dat vinden zij wel.
80% van de mensen die daar nu woont, is nog altijd pro-Hamas. Dat zegt toch genoeg? Terwijl zij de kinderen opofferen. En hier zegt men, het zijn de Joden die de kinderen doden. Alles wordt gewoon omgedraaid. Ja, en een van de dingen... ga weer over multiculturalisme. Een van de dingen die multiculturalisme doet, is ook het faciliteren en het subsidiëren van die multicultuur. En een van die dingen is dus ook islam. Dus de islam is de opkomende zuil. En die wordt ook in België en Nederland gesubsidieerd. Onlangs zijn in Nederland 8 nieuwe middelbare scholen op islamitische gronden bij. Ik kan eigenlijk wel raden wat je ervan vindt, maar ik wil je toch wel vragen wat je daarvan vindt. Ja, ik vind dat gewoon... Ik zal even uitwijken naar iets anders. Enfin, hetzelfde, maar anders. Bij ons is, dacht ik, in 1974 de islam erkend als officiële godsdienst. Wie heeft dat gedaan? Het zijn voornamelijk de Waalse socialisten om een pad te zetten in de korf van de katholiek hier. Wij zullen ook de islam erkennen. Dat hebben jullie niet graag. Zo is het begonnen. Je kunt nu moeilijk terug. Hè? Maar dat men scholen op basis van religie, in dit geval de islamitische religie, erkent, ik vind dat een gruwel. Maar er is, maar één voordeel aan. Ze zitten samen en je hebt ze samen. Ja, als wat de moslimbroeders zeggen, want in Brussel is er nu een moslimpartij, de moslimbroeders zijn daartegen. Waarom? De moslimbroeders hebben een vorm van entrisme, zo noemt men dat. Wij infiltreren in alle partijen. Wat ze ook doen, hè? Je ziet ze ook in alle partijen terug. En die partij veranderen wij. Je ziet, in Wallonië lukt dat, in Brussel lukt dat zeer goed. Dus dat is entrisme, noemt men. Maar hoe kan je dan, als stel dat je inderdaad een moslim bij je politieke partij hebt, jij zegt eigenlijk van dat kan niet, dus die persoon is eigenlijk ook niet te vertrouwen dan, want je weet het nooit zeker. Ja, dat is zo, ja. Die is nooit te vertrouwen. En als je de moslim in je school, laat ik zeggen, een ateneum of een lyceum, dan heb je alleen dat probleem. Wie is ze eigenlijk? Als je ze allemaal samen hebt, dan weet je, ze zitten samen. Maar ik ben daar absoluut tegen. Omdat de moslimbroeders zeggen, verspreid ze. En ik denk, als je ze verspreidt, dan zullen mensen, denk ik, rapper inzien dat er een probleem is. Als je ze bijeen zit, dan zie je dat niet, hè, want ze zijn onder hen. Maar als je ze in de school zit, dan... De meeste leerkrachten weten dat, maar durven niks te zeggen. Zij spreken niet over de Holocaust, bepaalde stukken uit de geschiedenis, bepaalde stukken uit de biologie, over vrouwen. Ze spreken daar niet over. Maar de leerkrachten durven het niet te zeggen, gewoon omdat zij ook angst hebben. Hè? Angst voor heel die politiek correcte cultuur. Kijk, dat maakt... Want dat is interessant, hè? Want je zegt die moslim die is niet te vertrouwen. Maar dat, zeg maar, of je nou gelijk hebt of niet, maar die visie is... problematisch in ieder geval, toch? Want ik bedoel, hoe moet je samenleven met elkaar? Wel, ik zeg dat niet kan. Mm-hmm. Ik ben de enige die dat durft te zeggen. Omdat ik de islam heb bestudeerd van haver tot gort, van onder tot boven. Hoe kun je met moslims samenleven als je niet weet of ze liegen tegen je? Mm-hmm. En natuurlijk weet ik ook wel, iedereen liegt. Hè? Liegen is des mensen. Ja, dat zou mijn weerwoord zijn, natuurlijk. Iedereen liegt. Maar het grote structurele ethische kader dat wij hebben, is niet liegen. Maar hoe kunnen we dan... Er wonen nu helemaal de facto heel veel moslims in allerlei westerse landen. Wat kunnen we dan doen? Nou, want het is ook niet zo dat het verwatert. De derde generatie is ook weer islamitisch. Ik heb er veel lezingen over gegeven. En mijn conclusie is, nou, in al die landen te zijn geweest, het Arabisch te kennen, mijn boeken erover te hebben geschreven, met veel intellectuelen te hebben gepraat, met gewone mensen, ik heb er 2 keer tussen gewoond, er is geen oplossing meer. Dan kun je ze niet gewoon bekeren door het atheïsme, dat ze gewoon jouw boek lezen? Onmogelijk. En je zult er 30 bekeren op 3 miljoen. Nee. Want? Hoe komt dat? Omdat die antropologisch, die kracht van die religie, dialogische religie, is zo sterk. Mm-hmm. Veel sterker dan het christendom. Alle moslims die nu luisteren zijn welkom om lid te worden van de Vrije Gedachte. Laat ze maar toestromen. Ja, dat is prima. Yes, goed, meer leden voor ons als zij. En misschien kunnen jullie Wim van Rooij's ongelijk bewijzen. Who knows? Ja, dat hoop ik. Het probleem zit dus in de bron. In de Koran, in de overlevering. Hè? Maar kijk... Dat zei je in het begin eigenlijk ook al. Kijk, dat christendom heeft zeg maar hier een soort van verlichting doorgemaakt. Ja. Hè? Is meebewogen met de verlichting in Europa.
misschien wel een beetje noodgedwongen zelfs. Maar goed, ja. die beweging is, ze zijn daarin meegegaan. Kan dat niet ook meer binnen islam dan? Wel, dat is zoals vragen, het communisme. Ik herinner me dat zeer goed. Toen ik 18 was of 20, dan was er sprake van eurocommunisme. Ik weet niet of u dat nog herinnert. Het communisme, ik was er nog niet. Oh ja, maar daar zijn dikke boeken over geschreven. Ja, je hebt veel boeken. De Tweede Wereldoorlog. Het communisme was niet goed, maar er zou een eurocommunisme komen. Het is een communisme aangepast aan de liberale rechtsorde. Ik heb toen was ik heel jong, dacht ik, ja, dit is natuurlijk flauwekul. Want dat communisme is toch wel een westerse idee. Een eschatologische westerse idee, vanuit het christendom eigenlijk. Maar zelfs dat zal niet lukken. Dat is ook natuurlijk nooit Santiago Carrillo. Ik herinner me de namen nog van de Spaanse en de Portugese eurocommunisten. Die werden gefeteerd in het Westen door alles wat links was. Want we kregen communisme, maar nu op een menselijke manier. Ja, er is natuurlijk niks van terechtgekomen, omdat het communisme niet kan op die manier vermenselijken. Mm-hmm. Bij de islam is dat nog veel erger. De islam is nog veel radicaler, helemaal anders. En dus kan die islam niet laïciseren, zoals het christendom dat doet. Het christendom heb je, geef aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat aan God toekomt. Dat vind je natuurlijk niet in de islam. Onmogelijk. Dus je kunt die niet laïciseren. Ze zeggen dat ook, de moslimbroeders kennen dat idee wel. Ze zeggen, dat moet je wel eens proberen. Dat gaat natuurlijk dat niet. Worden. Okay. Een van de dingen, kijk, je hebt enerzijds kritiek op de islam en daar heb je nu allerlei argumenten voor gegeven. Maar aan de andere kant heb je ook kritiek op de politiek of, en met name, als ik het goed heb, de linkse politiek, die dat voor de politieke correctheid staat, wat jij dan vertaalt als ook van, ja, die willen dit niet zien en niet benoemen, of wel zien en niet benoemen, of allebei niet. Wat is de kern van je kritiek dan op links, zeg maar, op de, hoe wij ermee omgaan? Dat multiculturalisme is een links idee natuurlijk. Ja, dat links-rechts is geworden. Links is geworden. Ik kom uit de linkerzijde. Ik heb meegevochten aan de Sorbonne in Berlijn. Ik ken links zeer goed. Ben ik redacteur cultuur geweest van het weekblad Links, de linkerzijde van de sociaaldemocratie. Ik heb in Gent was ik bij de linkse jongens. Dus ik ken de mentaliteit, de structuur, het systeemdenken van links. Dat ken ik. Ik heb er hoe lang in, tot mijn 30 jaar. Ik zie dat gewoon op een manier niet werkt. Zoals het communisme niet werkt, zo werkt dat ook niet. Maar links is toch opkomen voor de belangen van de zwakkeren, voor de belangen van vrouwen, voor homo's. Ja. En dan moet je toch ook kritisch op islam zijn. Ja, maar er is niks tegen de voorrechten voor homo's. Of voor homo's. voor homo's, daar is niks op tegen. Nee. Want in die zin is wat men de rechterzijde noemt, is links geworden. Die vinden niks tegen homo's, die vinden niks tegen een homohuwelijk. En terecht natuurlijk. De verschuivingen tussen links en rechts zijn enorm. Wat wij links noemen de hele tijd, dat is voor mij nu rechts, dat is achterlijk. Die steunen de achterlijkheid. In de 19e eeuw, de loges, de vrijmetselaars, ja die waren tegen de katholieke kerk. Als je die boeken leest, die zouden nu als hate speech veroordeeld worden. Ja. Echt waar, hoor. Je kunt die boeken lezen, dat was verschrikkelijk. Wat die mensen zeggen, nu is de vrijmetselarij, alles wat links en vrijzinnig is, vinden dat we de islam op een of andere manier moeten tegemoetkomen. Een systeem zo erg als Mein Kampf. Ik begrijp daar totaal niks van. Als de Koran nu zou worden geschreven, dan zou die verboden worden. Zoals Mein Kampf verboden is. Waar ik overigens tegen ben, hoor, tegen het verbieden van Mein Kampf. Maar dat is iets anders. Ja. Dat heb ik ook in mijn boek geschreven. Maar ja, niet verbieden, maar mag je het verbranden? Voor mij mag je alles verbranden. Een Koran. Mijn boeken mag je ook verbranden. Ja, jouw banden en een Koran, want kijk, dat speelt nu in Nederland. Ja, ik weet niet hoe het hier in België is op dit moment. Maar in Nederland gaan de stemmen op van Koranverbranding moet strafbaar worden. Ik vind dat een dom idee, een Koranverbranding. Ik zou niet weten waarom je een Koran zou willen verbranden. Misschien is dat die hervorming of zo. Ja. we halen de radicale passages eruit. Dan hou je nog twee bladzijden erover. Nee, ik vind dat wel een dwaas idee. Maar dat het zou mogen, ja, vind ik wel. Toen ik het Salman Rushdie vroeg, dan zei hij, ja, natuurlijk, dat mag je natuurlijk. Mm-hmm. Terwijl hij natuurlijk ook een dwaas idee vindt. Hè. Ja. Waarom moet je een boek verbranden? Mm-hmm. Maar het mag, ja, wat mij betreft mag het. Ik vind het een dom idee. Kijk, je hebt kritiek op het multiculturalisme. En ja, hoe zie je dan een alternatief daarvan? Los van dat je niet weet hoe je er misschien moet komen, maar wat zie je als... hoeveel ruimte is er voor multicultuur volgens jou dan? Als het zich beperkt tot
de muziek, het eten, wat design, dan heb ik er geen enkel probleem mee. En waar moet je... Als het zich niet beperkt daartoe en het begint met door te draven en de islam op te dringen, de islamisering is in volle gang. Ja, kun je voorbeelden daarvan geven? Wat vind je van de islamisering? Want dat is altijd een term dat de een zegt... Er is heel simpel. Ja. Als je in Antwerpen bijvoorbeeld, heb je bepaalde wijken waar vrouwen niet meer gaan. Dat is islamisering. Dat is heel simpel. Een vrouw gaat toch niet met een korte rok in de Offerandestraat lopen in Antwerpen? Dat ga je toch niet doen? Wel, dat is islamisering. Het boek van Welbeck, Soumission, gaat over die islamisering petit à petit. Men begint met een klein stukje en op de duur ben je arm kwijt. En wij geven dat toe. In het onderwijs zegt men, dan zullen we niet praten over de Holocaust. Ah, ja. Of niemand laat meer... Ik liet altijd in mijn colleges over de vrijheid van meningsuiting, begon ik tot een jaar of... Nou, een aantal jaar geleden altijd op Mohammed-cartoons. Dat durf ik eigenlijk niet meer. En... Ook niet dat ik mijn studenten vrees, maar dat iemand een foto maakt van mij dat ik dat doe en dat het ergens terechtkomt. Dat is dan toch... Dat is islamisering. Ja. Dus Samuel Paty zijn hoofd werd afgehaald. Ja, dat is de reden waarom ik dat niet meer doe. Nee, maar dat begrijp ik heel goed. En wat mij het meest treft daarin, is niet dat ze dat doen, want dat weet ik, dat doen ze. Dat staat in de Koran, dus dat mogen ze doen. Dus dat fascineert. Maar de reactie van ons... Dat is nu een ordinair feit geworden, gewoon feit. Ja, door iemand zijn hoofd gaat er wel eens af. Een vrouw wordt verkracht, daar wordt dit gedaan. Wij leren ermee leven, dat is islamisering. Als vrouwen na 10 uur 's avonds daar niet meer gaan, dan is dat islamisering. Dus wij passen ons aan, dat is wat Welbeck in Soumission zeer, zeer mooi heeft beschreven. Ja, en denk je dat het verder gaat? Of denk je dat op een gegeven moment, we hebben nu allemaal jouw boeken gelezen, nu is het klaar? Nee, ik geloof er niet in. Voor mij is het gedaan. Het is, Maar bedoel je dan met het einde van de westerse beschaving, zoals Welbeck ook schrijft in zijn boek? Ja, maar dan moet je eens goed, nadenken. Over als je de boeken... Ik heb ze naast elkaar gezet in mijn volgende boek, omdat die geleerde mensen hebben geschreven. Ook al in het begin van het ministerie, Paul Valéry, toch niet de eerste de beste, hebben geschreven over die... Ja, de decadentie in de oorlogen van het Westen. Ja, dan moet je op de duur zeggen... De Romeinen zagen ook niet dat ze ten onder gingen. De Mongolen zagen ook niet dat ze... De Ottomanen zagen het ook niet. Maar de tekenen waren er wel. En nu kan men zeggen, ja, zijn er genoeg tekenen? En dan krijg je het soortgelijk probleem in de logica. Wanneer is iets een hoop zand? Ja. 10 korrels, 20 korrels, 30 korrels, dat is het soortgelijk probleem. Dan krijg je ook, wanneer zie je een patroon? En wanneer is het te laat? Wanneer zijn de dingen die je toegeeft... Zo ver gaan dat je maatschappij veranderd is. Ik zeg dat het nu al gebeurd is. De maatschappij is veranderd. Wim Verrooy, laatste vraag. Heb je endorfine gekregen van dit gesprek? Ja, bijna zoveel als de van Toebo. Ik wou het zeggen, dat is wel mooi om te benoemen, dames en heren. Want hij is... Oké, we weten, het is een atheïst, het is geen christen, het is geen jood en het is zeker geen moslim. Dat is inmiddels wel duidelijk geworden. Zijn echte religie hangt wel om zijn nek, zie ik. Hij hangt aan de voorkant. Een coureur. Kijk eens. Dus nogmaals, Wim, dankjewel voor je komst. En nogmaals dat je vakantie een dag eerder wilde afronden om hier te komen. Floris van den Berg, dank voor je scherpe vragen. U als publiek, dank wel voor het hier in de zaal natuurlijk. U als publiek, dank voor het toehoren. En tot slot, u thuis. Nogmaals, dank wel voor het kijken. Dank voor het luisteren. Klik op like, abonneer, zo steunt u ons. En we zien u graag terug bij de volgende podcast. Dankjewel, Wim.